Toen de eigenaar van een computerwinkel op de Tunuitsbaan in Borgerhout deze morgen zijn winkel opende, stelde hij vast dat alle computers uit de rekken van zijn etalage verdwenen waren. Verbouwereerd doet hij zijn verhaal. Ja, is veel weg. Ik wacht nu de politiecontrole, maar de eerste zien, ik denk alle materiaal gestolen. Volgens Hisham hebben de dieven vooral draagbare computers en pc-onderdelen gestolen. Hoe ze binnengeraakt zijn is voor hem een vraagteken, want na twee eerdere inbraken had hij zijn winkel sterk beveiligd. Ik heb alle beveiliging, ik heb de camera, ik heb de speciale sloten, ik heb twee deur en de ijzerdeur, maar alles is gebroken. Volgens de eerste vaststellingen braken de dieven in langs de achterkant van het gebouw. In de winkel zelf koppelden ze de bewakingscamera's af. En om hun eventuele vingerafdrukken onbruikbaar te maken, spoten ze er een brandblusser leeg. Eigenaar Hisham is sterk onder de indruk van de inbraak. Ik ben heel, heel, heel boos. Ik heb de materiaal voor de klant, ik heb de materiaal voor de stad Antwerpen, ik heb de materiaal zelf. Ik heb alle materiaal is weg, alle materiaal gestolen, alle materiaal gebruiken. Over hoeveel geld spreken we hier? Ja, ik denk plus minus, when de eerste keer te zien, meer 15.000 euro. Ik weg.